Yes, 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 mensen. Daar is hij dan. De alles kan kapot pre-workout. Mensen, ik zag dit op internet. Alex Soce komt dus met een pre-workout. Ik weet dus, deze man weet van wanten. Dus ik, Wietse van Wietse TV, moest hem dus ook gelijk hebben. En zodra hij dus ook op internet kwam, ik heb hem dus ook gelijk besteld. En ook gewoon gelijk, binnen 2 dagen heb ik hem dus binnen. En ik ben dus benieuwd wat dit spul met een mens doet. Mensen, ik train al vanaf mijn 14e. Ik heb dus heel veel pre-workout ingenomen van verschillende merken. Maar ik ga er vanuit, Alex kennende en met zijn discipline en zijn stijl en zijn trainingsbehoeften, moet dit gewoon goed spul zijn. Dus mensen, we gaan het testen. Ik neem jullie dus even dadelijk mee. Ik ga hardlopen. Ik doe een paar workouts. Ik eindig mijn training vaak even af als ik in de buitenwereld train met een klein beetje boksen. Dus dat ga ik dus ook doen. Dus dat werkt dus ook allemaal perfect met die pre-workout. Want met die pre-workout haal je dus het uiterste uit je lichaam weg. Snap je? Dus ja mensen, er staat dus ook op, alles kan kapot. Alles kan kapot en we gaan het meemaken. Alles kan kapot! Yes, yes, yes mensen. Dus we gaan dus proberen. De pre-workout van Alex Soce. Mensen, als je dit neemt, neem het altijd een half uur à 3 kwartier voor de training. Dan pas begint het dus te werken. Dat ga ik dus nu ook doen. Ik doe het even live met jullie. Hoe noem ik dat ook alweer? Unboxing. Dus we maken het gelijk even. Ja, Wiets is creatief. Unboxing. Op zijn Engels. En lekker man. Fruit punch. En dus we pakken dus even een scoopje. Ja, ik ga gewoon... mensen, het is ook verschillend. Hè? Als je dus voor de eerste keer probeert zo'n pre-workout, neem maar niet gelijk zo'n hele scoop als wat ik doe. Maar doe gewoon eerst... neem gewoon eerst even de helft of zo, snap je? Maar je weet natuurlijk niet hoe sterk als dat is. En hoe het dus voor jou bevalt. Ja, je kunt het dus in het bekertje doen. En je kunt even doorroeren. Maar ik doe gewoon dat old school. Ja, ik ben gewoon van de harde kern. Jullie kennen mij. Want... het is niet alleen imitatie, want alles kan dus echt kapot. Bij mij kan er dus ook heel veel kapot. Dus mensen, het scoopje. Dit is hem dus, het product. En live unboxing. Live pre-workout. 3, 2, 1. Ook een lekker smaakje, ik ben groot eerlijk. Een eerlijke persoon als ik bestaat er niet, dat weten jullie. Jullie kennen mij al langs. Alex, lekker smaakje. En ik hoop dat hij het dus goed gaat doen. Mensen, ik ga me even omkleden. En ik neem jullie mee met de training. Mensen, gaan jullie mee? Let's go! Maar ik vroeg of daar een feestje is. Of je ook met vrienden leuke dingen doet daar. Als jij dan lol zouden trappen, ook al dreigt er dan gevaar. Let's go! Ja, ja, strijders, je ziet het. Weer of geen weer. Echte soldaten, ga er weer in. Mensen, de running tracker aan. Ik ben al een klein beetje lekker opgewarmd. Nu jullie daar nog even mee met een kleine boxles. Mensen, ik zeg, let's go with the flow. Los manos, en laat ze niet vallen. Come on! Strijders, weet je allemaal een fijne bevrijdingsdag. En je ziet het, je weet het van ons allemaal. Let's go!
Alles kan echt kapot. Ja mensen, dat was het dus weer op deze bevrijdingsdag. Ik ben weer bevrijd van mezelf. Mensen, ik wens jullie nog een hele fijne dag. En stay fit. Los Ballos! Nou mensen, meer kracht, meer focus, meer uithoudingsvermogen. Ik zat dus zo vol in mijn focus. Mensen, bij deze, bestel deze pre-workout, want alles kan kapot!